nou, noem het toevalligheid. Van waarom nou net die kleur op die plek en niet op een andere plek? En dat neem je natuurlijk in je schilderij mee. Maar ik noem dat zelf een wat meer improviserende wijze van schilderen. En gedurende de rest van het schilderproces ga je ook die dingen die je niet bevallen, die haal je er weer uit.